Sinds 1 januari geldt er in ons land een rookverbod in restaurants en in sommige gevallen ook in brasseries en andere etablissementen waar gegeten kan worden. Er gaan nu stemmen op om dat rookverbod uit te breiden tot cafés. Meer dan de helft van de Belgen vindt dat blijkbaar een goed idee. Wie daar niet over te spreken is, dat is de Gentse Gilde der Jeugdige Pijpeniers. Een studentenclub die het pijproken tot kunst verheft. Eén keer per week komen de leden bijeen en dan keuvelen ze onder het lurken aan hun pijp over de dingen des levens. Bijvoorbeeld de dreiging van een rookverbod. Roken is voor verschillende mensen een verschillend ding. Voor mij zijn het drie dingen in feite. Eerst recht. Ten tweede, ritueel. Vooral het pijproken is een ritueel. En ten derde, ja, een verslaving, maar dan op een heel prettige manier. Pijproken is ongezond, maar er zijn zoveel ongezonde dingen in het leven. En gelijk Jacques Brel zei, leven is ongezond voor het lichaam. Dus ik vind, ja, als het je plezier bezorgt, waarom zou je dan mee moeten stoppen? Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Als ik op café ga, dat is niet een plaats waar ik naartoe moet. Dat is een plaats waar ik naartoe wil, omdat ik mijn vrienden wil zien, omdat ik wat plezier wil beleven. En voor mij is pijproken een essentieel deel van dat plezier. Jezus, algemeen rookverbod in cafés. Echt, dat is het einde van het pijproken. De keuze moet gelaten worden aan de cafébazen of ze het nu toelaten of niet in hun café. En ja, dan kunnen mensen nog vrij kiezen naar welk café ze gaan. Als men het algemeen rookverbod gaat inbrengen voor cafés en voor horeca, dan stimuleert men de nachtwinkels. Want dan gaat men drank gaan kopen in nachtwinkels en gaat men thuis drinken, thuis vieren. Dat is het kapotgaan van de horeca. Want u Het zal mijn stemgedrag niet beïnvloeden. Omdat, aangezien ik alleen maar pijp rook, heeft het niet zo'n invloed op mijn leven. En ik vind het ook niet een van de hoofdpunten van de verkiezingen. Voor mij is degelijk bestuur nog altijd belangrijker dan mag ik roken op café of niet. Maar ik zou het wel heel jammer vinden mocht een algemeen rookverbod op café komen. Als ze mij dat al ontzeggen dat ik op mijn vrije tijd niet meer met mijn vrienden op café kan roken, absoluut, dan bevloedt dat zeker mijn stemgedrag. Ja, roken op café. Het zat bij ons in de uitzending Mondelinge Vragen. Het zat ook in de stemtest. Caroline Bollaars van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie. Het houdt mensen wel bezig, maar, Martien zei het al, meer dan de helft van de mensen zegt oké, rookverbod op café. Wat is dan het probleem? Dat vragen wij ons ook af, want onlangs heeft de Stichting Tegen Kanker een onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat meer dan 85% van de bevolking volledig tevreden is over het rookverbod op restaurant. En nog beter, meer dan 60% van de bevolking is een voorstander voor een rookverbod op cafés. Dus eigenlijk zijn wij ook wachtende partij. Ja. Maar het zal u ook opgevallen zijn in de politieke debatten die we hebben gehad. Waren de politici op luttele uitzonderingen na niet al te scheutig om te zeggen wij zijn voor een algemeen rookverbod in de cafés? Nu, dat is natuurlijk een heel moeilijke zaak, omdat we gedurende de jaren ook een evolutie hebben gekend. Hè. We zitten nu in België met een rookverbod, toch wel in restaurants. Ik denk dat de vorige minister ook wel graag een algemeen rookverbod wou instellen. Ja. Hij heeft geprobeerd om met de partners aan tafel te zitten, maar natuurlijk is dat niet gemakkelijk, omdat mensen weerstand hebben. Het verhaal van het omzetverlies, dat heert er een beetje. En dat is dat een verhaal of is dat realiteit? Het is een verhaal, want we zien, er zijn al 12 landen die een rookverbod hebben in Europa. En we zien nergens in de landen waar een algeheel rookverbod is ingevoerd een omzetverlies. Ik neem als voorbeeld Ierland, het land van de pubs. Daar is nergens een omzetverlies door het rookverbod. Mij is het opgevallen ook in Italië. Toen dacht ik, ja, aan de ene kant, als de Italianen kunnen stoppen met roken in cafés en restaurants, dan kan iedereen het wel, want al te gedisciplineerd in het verkeer bijvoorbeeld zijn die mensen niet. Aan de andere kant dacht ik, ja, maar daar is het weer ook altijd lekker. Kan je altijd buiten roken. Hier niet, dat is het verschil.
Het is gewoon een kwestie van mentaliteit. Als mensen, als de bevolking weet, er mag niet gerookt worden, dan is het simpel. Maar nu, als u een café binnengaat, u weet het niet. Niemand weet het. De wetgeving op dit moment is veel te onduidelijk. Ik zal u een voorbeeld geven. Een zaak waar garnaalkroketten geserveerd worden, daar mag er wel gerookt worden. Een zaak waar aardappelkroketten geserveerd worden, daar mag niet gerookt worden. Ik bedoel, wie weet het nog? Ja. Niemand weet het. Dus we moeten vooruit gaan. Weet u wat mij in deze altijd heeft verbaasd? Dat is dat men niet creatiever naar oplossingen zoekt. Als je per se wil roken in een café, dan maak ik bijvoorbeeld een café waar er gerookt mag worden. En een paar huizen verder is er een café waar er niet gerookt mag worden. En de mensen zullen wel kiezen. Is dat geen goede oplossing? Nee, dat is geen goede oplossing, want de theorie of de onderbouwing van die wetgeving vertrekt natuurlijk van de bescherming tegen passief roken. En dat is het hele probleem. Ja, maar dan ga ik ook niet binnen in dat café waar gerookt wordt, maar als niet-roker. We hebben op dit moment in de huidige wetgeving het recht op een rookkamer. Dus een café of een restaurant kan een rookkamer installeren waar rokers naartoe kunnen gaan om te roken. Zodat niemand die daar die niet rookt, kan daar geen hinder van ondervinden. En dat huidige systeem, dat werkt eigenlijk. Ja. Dus... ja. Het systeem is eigenlijk daarop gebaseerd, en zo begin ik het ook te voelen, vanuit verschillende instanties, vanuit de overheid, maar ook vanuit uw instituut, wil men niet de roker met een schuldcomplex opzadelen, maar hem wel overtuigen. Natuurlijk, want we weten, het probleem van roken, het is een probleem van verslaving. Mensen die roken, willen eigenlijk wel stoppen met roken. Meer dan de helft wil stoppen met roken, maar kan niet, omdat men verslaafd is. Ja. Dus wij willen hen zeker niet met de vinger wijzen om te zeggen, u bent de slechterik, absoluut niet. Wij willen voor iedereen een oplossing die goed is. Dus ja. Vandaar een standpunt. Rookt u zelf? Nee. Heeft u nog gerookt? Nee. Ja, mevrouw Bollaars, ik heb wel nog gerookt. Ik ben ermee gestopt. Ik kan u verzekeren aan al diegenen die nu wel nog roken, hoe bevrijdend het is niet te roken. Martien.